En Kampong gaat door in die eerste helft. Het is een hele mooie paas. En het is een schitterend uitgespeelde aanval. Björn Kellerman van Kampong. Excuses zijn er onmiddellijk van Turkstra. De aanval loopt door van Kampong. Het is de Vilder, een backhand en daar de goal van Keulemans. Min of meer krijgt Kampong dit doelpunt cadeau van Rotterdam. Ze moeten hem natuurlijk nog wel even goed afmaken en dat doet Keulemans hier. Gemiddelde van bijna 4 per wedstrijd. Van Kampong dat ook goed kan scoren. Dit is namelijk doelpunt 26 van het seizoen van de Utrechters. De 1-1 in deze wedstrijd van Koen Visser. Die van de Jonkies, het team van Alexander Fox. Gisteren was 18. Nog interlandverplichtingen met Nieuw-Zeeland. Vandaag er dus niet bij. Kampong, de landskampioen in de witte shirts. Op bezoek bij Klein Zwitserland in Den Haag. Kampong de nummer 2 van de ranglijst. Klein Zwitserland de nummer 10. Dit is Sjoerd de Wert met een voorzet op Björn Kellerman. En hij scoort in de 8e minuut de openingstreffer van deze wedstrijd. Goeie goal van Björn Kellerman. Zijn 12e velddoelpunt van dit seizoen. Hij verrast Koen Schouten. Het is een soort bolwerk dat Bloemendaal neerzet. Bastion, waar Kampong er niet doorheen komt. Hier nu misschien. Bal voor de stick van Kellerman. En die gaat erin. En die gaat erin. Hoe is het mogelijk? Hij zit er toch in. De Wert met de bal. Richting Kellerman. Die haalt uit. Wat wordt die bal dan nog van richting veranderd? Is het Meulenbroek die er nog aan zit? Het schot van Kellerman. En Meulenbroek die bal dan nog aait. Is het Bloemendaal-ploeg het heel erg lastig maakt. Alle wedstrijden in de competitie en in de play-off-finale eindigden in 2-1 voor de ploeg die op bezoek kwam. Hier komt Kampong op gelijke hoogte. Het wordt 1-1, de goal gemaakt door Ruud Vijver. De tweede helft, de Jip Jansen Show. Hier komt de strafcorner voor Jip Jansen. Hij koest de 1-2 binnen. Zijn 7e van het seizoen. Dat betekent de goal van Jansen. 2 minuten later krijgt Kampong wederom een strafcorner. Weer natuurlijk Jip Jansen. Dit keer door de benen van doelman Schaper. Zo is het 1-3 in Den Haag. 10 minuten voor tijd, wederom een strafcorner. U raadt het al, hier wederom Jip Jansen met zijn 3e van de middag. Brengt hij de stand op 2-4. 3 goals dus door Jip Jansen. Daarmee brengt hij zijn totaal dit seizoen op 9. Crossbar as well. What a finish. This is brilliant. The reverse pass coming. Kempman skips in field under his arm. Finds Kellerman. Kellerman, he couldn't have picked that ball up and put it anymore in that top corner. That is exceptional. Airplays had that penalty corner right on the cusp of half time, which might have made a difference. But they've started the second half exactly as they started the first, by conceding again to Kampong, and I think any hope they may have had is now out of the window. Pfeiffer with the final attack for a little bit of showboating. There's a wonderful ball forward now. Kaspers shoots. Kaspers scores. And Kampong are ahead. Amsterdam were undone by an old-fashioned route one pass from Kellerman all the way through for Karine Kaspers. The goalkeeper came to meet him. He was bypassed. And Amsterdam down to 10, remember, have conceded a goal here, and that will certainly wipe the smile off the face of Klaas Vermeulen. His team have been made to pay here. Goalkeeper really in the end caught in no man's land. He advanced, but then beaten
by a nifty little shot there. Speelde een prima wedstrijd, Constantijn Jonker. En het slotakkoord is ook voor Kampong via Bjorn Kellerman. De hele wedstrijd al op zoek naar een treffer. En uiteindelijk wordt hij beloond. Want hij scoort hier met een fabelachtige backhand. De 7-0 voor Kampong. Prima goal van Bjorn Kellerman. Wat kan Kampong nog in de laatste minuten? Voorzet de Wert. Die komt hier bij Meulenbroek in de allerlaatste minuut. Maakt hij de gelijkmaker, Philip Meulenbroek. Zaterdag de beslissende shootout. Nu de 1-1. Een feest dus in Utrecht. Inmiddels Kellerman aan de andere kant. Kellerman. Oh! 1-1. Zomaar uit het niets scoort Jurgen Kellerman. De Wijn, onderschepping. De Wijn, Kimberman is ook mee. Dat is een mooi balletje. Kellerman. Hoog daar wordt de bal binnengetikt. Boven zijn hoofd door Meulenbroek.